Hallo allemaal. Gisteren hebben we een specht getekend. Wie we ook weer meer gaan zien als het wat kouder wordt. En zeker als bijvoorbeeld sneeuw ligt, zijn de ree en de vos. Tenminste, ik woon hier bij het bos. En de vos en zelfs de ree komen dan gewoon ook de wijk in. Maar hoe ziet een vos of een ree er dan uit? Laten we die eens tekenen. Teken je mee? Ja, ik kreeg gisteren de opmerking van Maarten, jouw groene specht was kleiner dan de bonte specht. En dat is niet zo, ze zijn eerder andersom. En ja, daar hebben ze gelijk in, want inderdaad, die bonte specht is vaak kleiner dan de groene specht. Maar ja, de groene specht zie je ook niet zo heel gauw en niet zo heel vaak. Wat je ook inderdaad tegenkomt, dus wat ik net al zei, die vos en die ree. Dan laten we eens een vos gaan tekenen. Hoe ziet er een vos eruit? Nou, zwarte neus, laten we die eens eerst tekenen zo. Met een reflectie erop, dat vind ik altijd leuk om te doen. Zo. En dan, zo, ik heb altijd het idee dat zo'n vos een beetje glimlacht zo. Zo. Dan heeft hij een mooie ogen, een vos. Ik hoop dat het gaat lukken, de vos te tekenen. Katachtige ogen. Zo. En je snuit is dan wit. Dit is zeg maar wit bij die vos. Die wel wat schaduw natuurlijk zitten van die van zijn kop. Hier van die mooie snorharen zo. En dan daarbuiten is zo'n vos rood. Dan moet ik hier alleen even kijken hoe dat zit met die ogen. Zo. Er zitten van die grote oren op. Ja, ik moet zeggen, ze blijven niet stil zitten, die vossen, als je ze wilt tekenen. Dus het is een beetje van toch een beetje van plaatjes werken op deze manier. Want een vos zo in de live natekenen, dat is echt wel een dingetje. Dat is bijna niet te doen. Nou, dit is dan het witte stuk, zeg maar. En dit is het wat donkere stuk van de vos. De oren zitten wel weer wat licht in, zo. De rest is natuurlijk rode kleuren. Beetje roestkleuren, roestbruin. Nou ja, dit is mijn poging van een vos. Ik denk dat die ogen weer wat te klein zijn. Maar goed, je weet wat ik bedoel. Een vos. Nou, de ree. Laten we de ree ook eens even tekenen.
Hoe ziet zo'n reder dan uit? Nou, die heeft een andere neus. Een vrij grote neus. Zo. Dan doen we wel weer die reflectie op. Dat vind ik dan wel weer, wat hebben. Die heeft hier alleen twee van die zwarte strepen zo. Dan zit die bek hier zo. Hier een vrij donker stuk boven die neus. Dit hier is wit. Recht boven de neus is wit. En dan gaat dat hier zo uiteen naar wat lichtere stukken. Twee grote donkere ogen. Zo. Staat hier een gewei op. Dat is nog een vrij jonge bok. Hij heeft nog niet zo heel veel gewei. Anders past het ook niet op de tekening natuurlijk. Zo. En hij heeft wel hele grote oren, zo'n ree. Maar dat komt ook, want anders kan dus het gevaar niet horen aankomen. Dus vandaar dat zo'n ree vrij grote oren heeft. En ik denk misschien, dan teken ik die veel te groot, maar dat is echt niet zo. Die oren zijn echt zo groot. Zo. Schaduw zo. En dan hebben we een ree ook getekend. Een vos en een ree. Ja, die vos die ga ik vast nog een keer opnieuw doen, maar niet nu. Misschien kan jij het beter. En ga ermee aan de slag. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.